Euro 2016. Tweede wedstrijd van het seizoen voor de Supercup 1000 wonnen vanaf het TT-circuit in Assen. Oppo getraind, Cliff Clouds voor Maarten Becker, Jacco Bonen. De tweede startrij was voor Rinze Luimstra, Roel Hoekstra en Jardo van Huisteden. Maar u ziet het, hoofdschuddend, het komt met bakken naar beneden en de wedstrijdleiding besloot dan ook de start af te breken. Ja, dan begint het pokerspel met de banden. Wie gaat wat monteren? We zien Jeroen van Tricht die sliks onder zijn BMW monteert. Het was Cliff Clouds die koos voor een regenband voor en een intermediate achter Rob Juhet. Sliks, Jacco Bonen, sliks. We zien hier die intermediate en hier wordt hard gesleuteld bij Jarko Groot. En hij zal zijn besluiten van regenbanden terug te gaan naar sliks. U ziet het net op tijd onder de Fireblade gemonteerd. Wedstrijd ingekort na 9e ronde. We gaan van start en wie pakt dan de pole? Wie pakt de whole shot? We kijken en het is Maarten Becker die als eerste instuurt in de H-bocht voor Jacco Bonen. Ook Jacco Groot, Grotenhuis goed erbij. Rinze Luimstra er goed erbij, maar het is op eieren. Want zoeken naar de grip, koud asfalt, lage temperaturen. En ja, wat heeft nu de grip gedaan? Maar het is Cliff Clouds die gebruik maakt van zijn regenband voor. Pakt de leiding voor Roel Hoekstra, Jeroen van Tricht, Jacco Bonen sluit als vierde aan net voor Maarten Becker. Bij het doorkomen van de strubben voor de eerste keer richting de Ruskenhoek-chicane. En het is Daniel Vermaars die zich verremt, steekt zijn hand op. Mag dan aansluiten, dan ga je uiteraard daar geen winst bij verkrijgen. Ja, u ziet toch een dun zonnetje, want er is een kleine schaduw te bespeuren op de baan. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat de baan weer, zoals dat in Assen wel vaker gebeurt, snel op zou kunnen gaan drogen. Moeilijk om in te schatten. Vooralsnog Cliff Clouds aan de leiding voor Roel Hoekstra. Daarvoor Jeroen van Tricht, Jacco Bonen, dan Maarten Becker, Daniel Vermaas. We zien hier met nummer 19, Jardo van Huisstede, 112, Ibian Hofstede. Hier met het nummer 14, de ZX-10R van Michiel Burger. Gaan ze opmaken voor de eerste doorkomst. Nog steeds Cliff Clouds voor Jeroen van Tricht. En de Roel Hoekstra die een klein foutje gemaakt had. Een paar posities moest verliezen, maar er nog steeds goed bij zit. Achter dan het hele veld met Matthijs Kerman erbij. Nummer 3. Met het nummer 90 van Jeroen Rinsel. Alexander Klaassen zien we hier voorbij. En als laatste dan André Niemans verdriet met de Ducati. De andere Ducati van Maarten Becker verder voorin. En die zien we dan in beeld hebben. Jacco Bonen en ook het is Jeroen van Tricht die al voorbij gegaan is aan Cliff Clouds. En ook nu Jacco Bonen binnendoor in de strubbel. Hij gaat ook voorbij aan Cliff Clouds en neemt dan die tweede positie in handen. En we rijden een klein stukje mee met de panikale richting die rug. Ruskenhoek, chicanen. En ja, daar zien we nog steeds ook Roel Hoekstra nog achter zitten. Daniel van Maas. En dan een klein gaatje is te ontstaan terwijl Maarten Becken aandringt. En we zien hier Jardo van Huisstede behoorlijk aandringen bij Rinze Luimstra en hem voorbij gaan. Daarachter Matthijs Kedderman. Die ook probeert aansluiting te vinden. Jeroen van Tricht heeft dan een aantal motorfietslengtes afstand weten te creëren tussen hemzelf en Jacco Bonen. Maarten Becker die toch keurig netjes kan blijven volgen op die derde plaats. En dan daarachter nog steeds Roel Hoekstra, Daniel Vermaas, Cliff Clouds. Ja, die toch echt moeilijk krijgt. Terwijl we hier aan boord zijn bij Rob Juhet, bij de Yamaha R1. Een prachtige belden hebben van de keihard werkende Eulens voorvork. Je ziet hoe hard die moet werken om het gripniveau over te brengen van de banden naar de bestuurder. Terug aan boord bij Maarten en die is bezig te kijken hoe Jacco Bonen nu het stokje overneemt van Jeroen van Tricht. Hij neemt de leiding in de wedstrijd in handen. Hij zet daarmee Jeroen van Tricht naar de tweede positie. Maarten Becker komt dan net tekort om ook direct een aanval te kunnen plaatsen bij Jeroen van Tricht.
Daarachter is het Daniel van Maas en Roel Hoekstra. En dan is het Cliff Kloos die het ontzettend moeilijk heeft. Ook Rinsel Ruimstra duidelijk gekozen voor de verkeerde band. Daar zien we al nummer 9. Bertus Volkersma met de RBR EBR 1190R de Twin. We zagen daartussen ook nog Rintje Ritsma, de tweede man van de Hollandse jongens. Rinsel Ruimstra nu voorbij. Aan Cliff Kloots. Ja, Cliff dit jaar voor het eerst op de dikke superbikes gaf aan toch wat moeite te hebben met het verschil in het stuurkarakter. Door wel snel aan te wennen, maar dit is duidelijk een gevalletje verkeerde bandenkeuze. Een te droog asfalt voor een natte baan. Maarten Bekker probeert het alsnog een keer bij Jeroen van Tricht, maar net niet voldoende vermogen om hem ernaast te zetten in die haarbocht. En daarmee dan die tweede plaats af te nemen van Jeroen van Tricht. Michiel Burgers die ook Rinsel Ruimstra het moeilijk zou kunnen gaan maken aan boord. En daar zien we, ja daar zien we hem dan, Rintje Ritsma, nummer 60 op de BMW. Ja, bezig aan een uitstekende wedstrijd, maakt een behoorlijke opmars door het veld heen. En hij neemt gelijk een aantal fietslengtes voorsprong hier in die Ossenbeek richting Burgstrubben. En weet daar zo dan direct ook gewoon brutaal weg buitenom Cliff Kloot voorbij te gaan. Ja, en die valt dan ook in handen van Michiel Burger. Er was geen redden aan met die banden. Terug Rinsel Ruimstra. En het ziet er naar uit dat de nummer 2 van het team, ja de grote man zelf, Rintje Ritsma, simpelweg voorbij gaat aan Rinsel Ruimstra. Ook typisch wederom een geval van een verkeerde band. Ondertussen is Jacco Bonen vertrokken. Zijn Yamaha R1 behoorlijk afstand weten te creëren tussen hemzelf en Jeroen van Tricht. En lijkt het erop dat Daniel Vermaas aansluiting heeft gevonden bij de top 3. En moet Maarten Bekker nog op gaan letten dat hij die toch wel enigszins zeker derde plaats misschien wel zou kunnen gaan verliezen aan Daniel. Hij zit nu toch behoorlijk in het achterwiel. Dan heeft hij nog voldoende over in die laatste ronde om het verschil te maken. Wederom die strijd tussen Michiel Burger en Rinsel Ruimstra. Die probeert met die, denk ik, bijna wel versleten band nog er even iets van te maken. En houdt hem nog net ervoor. Dus het is vanuit diverse camera's posities in beeld gebracht. Laatste doorkomst alweer voor Jacco Bonen. Hij lijkt af te stevenen op de overwinning. Dan die strijd om die tweede, derde en de vierde plaats. Nog steeds Jeroen van Tricht zo te zien voor Maarten Bekker. En wordt nog een ultieme uitremactie richting de GT. Hij is houden het keurig netjes op het asfalt. Derde plaats dan voor Maarten Bekker van Daniel Vermaas. Vijfde voor Roel Hoekstra. Zesde voor Jardo van Huisteden. Jarko Grotenhuis. Zevende, achtste Iman-Jan Hofsteden. Negende Matthijs Kennerman. Tiende plek dan voor Rintje Ritsma. Maarten, op podium na zo'n moeilijke start van de wedstrijd. Vertel, hoe ging het? De start was helemaal perfect. Alleen de eerste bocht in kwam ik als eerste door. En het was een beetje lastig te bepalen hoe vergeten dat er was. En Strubbe in kwam iedereen mij al voorbij. Ik denk, ik heb zitten slapen. En ik moest gewoon mee. En dat ging allemaal wel goed. Halverwege de race begon de achterban een beetje te schuiven. En ik heb gewoon de race een beetje lopen opbouwen. En zat ik achter Jeroen. Maar die BMW die ging gewoon te hard. Dus daar kon ik niet naartoe remmen. Dus ik had graag tweede willen zijn. Maar derde voor vandaag is al een hele verbetering ten opzichte van de vorige race. Jeroen, dit noem je nou in de picture rijden, of niet? Ja, ze zeggen het. Ging goed. Vertel eens, hoe vond je het te gaan zo met de race? Start was best slecht. Volgens mij lag ik iets van tiende na de H-bocht. Ossenbroeken kon ik eigenlijk iedereen binnen doorsteken. Na Strubbe lag ik twee. Op een gegeven moment kon ik volgens mij een ronde later Cliff voorbij. Rondes op kop gereden. Ik hoorde de Yamaha achter me brullen. Die stak me toen... volgens mij na een ronde of 4-5 stak hij me voorbij. Hij kon een beetje aanpikken en uiteindelijk tweede geworden. Dus ging redelijk. Voel je je gelukkig? Ja, dit is mijn eerste podium. Dit is pas het derde seizoen dat ik race. Daarvoor heb ik eigenlijk weinig op een motor gezeten. Dus smaakt naar meer dit.
Nou, ik hoor het alweer. Je gaat er voor de volgende race. Ik wens je heel veel succes en in ieder geval van harte gefeliciteerd. Ja, super. Dankjewel. Jacco, dit waren weer belangrijke punten voor het kampioenschap. Vertel, hoe ging het? Ja, het ging super. We hebben de eerste ronde een beetje afgewacht. Of ik eigenlijk in mijn eentje. Maar afgewacht. En ik had de kopstart kunnen pakken, maar ik denk, ik kan beter iets terugzakken, want ik kon het slecht zien. Ik had eigenlijk een verkeerd viziertje. Dus ik wist niet precies waar het nat was, waar het droog. Maar het bleef een beetje achter en ik zat precies verkeerd. Dus de jongens kwamen binnendoor. Ja, een beetje aanzetten, volgen. En vier rondes voor het einde toch geprobeerd er voorbij te gaan. En het ging vrij makkelijk. Ja, en aangezet en gekeken waar we konden komen. En dat was hier. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Heel veel succes en gefeliciteerd met je podium. Ja, dankjewel.